to the chapel and we're gonna get married. Op 10 juni 2005 stappen voetballer Rafael van der Vaart en Sylvie Meis met elkaar in het huwelijksbootje. Het is een enorme happening waarbij Toet bekend Nederland aanwezig is, maar ook honderden fans. SBS Shownieuws heeft de exclusieve uitzendrechten en bijna 1,5 miljoen mensen zien hoe de twee lovebirds elkaar het jawoord geven. Ja, dat wil ik. Sylvie, wil jij ten overstaan van de kerk Rafael nemen tot jouw wettige man? Eigenlijk stond ik op dat moment dat er gevraagd werd, wat is daarop je antwoord? Dacht ik van ja, wat zal ik nu antwoorden? Gewoon ja of ja, ik wil? Ja, dat wil ik heel graag. Heel graag? Ja. Hè? Wil ik heel graag. Ja, toch? Ja, dat mag. Het droomkoppel is dolgelukkig samen en al snel volgt er gezinsuitbreiding. Op 28 mei 2006 wordt zoontje Damjan geboren. Maar 3 jaar later slaat het noodlot toe. Sylvie ontdekt dat ze borstkanker heeft. Als je zoiets meemaakt, dan ga je nog, het kan bijna niet meer, je gaat nog meer houden van de mensen, van Rafael, van Damjan. Weet je, omdat je weet hoe fragiel het leven kan zijn. Daar word je heel erg mee geconfronteerd. Sylvie gaat een zware periode van chemokuren tegemoet, maar slaat zich er keihard doorheen. En dat moet bezegeld worden. Tijdens een vakantie in de trouwstad Las Vegas in juni 2011 grijpen Sylvie en Rafael hun kans. Ze beloven elkaar voor de tweede keer eeuwige trouw. In het trotsprogramma Jolante op 3 vertelt Sylvie openhartig over het opnieuw uitspreken van hun trouwgelofte. Dat plan is gekomen een paar maanden geleden, toen we onze vakanties gingen doorspreken van waar gaan we heen. En Rafael zei van ja, ik wil nog een keer naar Vegas en nou, gok is niet echt mijn ding. En toen maakte hij het wat aantrekkelijker voor me. Toen zei hij, weet je wat schat, laten we gewoon lekker gek doen, laten we in zo'n chapel gaan en nog een keer elkaar het jawoord geven. Het was echt zo'n moment van, ja, we houden zoveel van elkaar. 6 jaar zijn we nu getrouwd, 8 jaar zijn we bij elkaar, heel veel meegemaakt. En nog een keer bewust dat zeggen. Alleen was deze bruiloft niet tot in de puntjes georganiseerd, zoals de eerste keer. We zijn eigenlijk onvoorbereid, alleen het trouwjurkje had ik laten maken en Rafse smoking had ik in de koffer gegooid. Zijn we op de Bonnefoy hier naartoe gegaan en in het hotel besloten van god, welke chapel en hoe gaan we het indelen. De datum van deze tweede trouwdag, 16 juni 2011, is wel beladen voor het jonge stel. Precies 2 jaar eerder bracht Sylvie naar buiten dat ze borstkanker had. Toen hij zei van in sickness en in health, toen dacht ik echt, toen raakte het. Ja, toen moest ik wel huilen. Ja. The end of time and we'll never...